Ik heb het werk van Iris en Maurice leren kennen, en Iris en Maurice zelf ook, onder heel verschillende omstandigheden. Met Iris heb ik verspreid over zo'n 3/4 jaar gesprekken gevoerd over haar werk in het kader van Drawing Inventions Academy, bij mij op het atelier. Met Maurice ging het heel anders. Wij zaten jaren geleden in een groepstentoonstelling en werden gevraagd, iedereen, om een muurtekening te maken. Onze muren grensden aan elkaar, heel toevallig. En zo heb ik over een periode van 3 weken kunnen zien dat hij een heel gedetailleerde houtskooltekening maakte. En wel op een muur van 5 bij 7 meter. Ik vind het verrassend om het werk van Iris en Maurice hier samen te zien. Hoe verschillend ik hun werk ook vind, ik zie een overeenkomst, en dat is dat ze allebei verhalend werk maken. Een verhalend werk zou je simpelweg kunnen definiëren als de weerslag van een serie gebeurtenissen of ervaringen die in onderling verband staan. Aan de hand van figuratieve elementen in het werk zou je zo'n verhaal kunnen construeren. Waarbij trouwens wat er wordt verteld niet zonder meer transparant is. Het is een ruime noemer, verhalend werk, maar ik vind hem toch geschikt om in deze setting hun werk te beschrijven. Laat ik beginnen met een werk van Iris en een paar dingen noemen over een grote tekening van haar, Hanging, Standing, Peeking. Door het meer dan manshoge formaat, en dit is het eerste eigenlijk wat mij opvalt, 240 bij 150 centimeter, dwingt hij een andere manier van kijken af, fysieker dan bij een kleine tekening. Ik zie bijvoorbeeld die grote zwarte vorm linksonder en ik voel dat hij zo'n beetje de lengte heeft van mijn arm. Of neem die dunne ijle streep daar ergens in het midden. Wanneer ik dat draadje volg met mijn blik, dan draai ik ook mijn hoofd naar boven. Ik breng dus fysiek meer in stelling bij het kijken naar zo'n groot werk. Nog iets wat me opvalt. Dat is hoe los het totaalbeeld oogt. Sommige onderdelen zijn opgeplakt. Zie de zwarte vorm linksonder waar ik het net over had. Helemaal boven aan de punt van de stok is een uitgescheurd stukje tekening van een takje of iets dergelijks. Andere delen zijn weer direct op het papier getekend met houtskool en met pastelkrijt. Of het papier is zo goed als leeggelaten, zoals het grote achtergrondvlak. Door die verschillende materialen met elk hun eigen oppervlak geeft deze tekening mij ook een tactiele ervaring. Ik voel als het ware dat bobbelige, gruizige, gladde oppervlak. Er valt veel te zien aan al die losse onderdelen. Ze zijn met grote overtuiging getekend. En wanneer je de kleinere tekeningen van Iris in deze tentoonstelling ziet, dan zie je voorwerpen en situaties die soms terugkomen op de grotere werken, als zetstukken in een verhaal. Hoe al die losse onderdelen met elkaar in verband staan, dus welk verhaal ze vertellen, is van late orde. Eerst word ik juist door die details de tekening ingezogen. Wat ik in dit verband een mooi concept vind, is het zogeheten suspension of disbelief. Dat je niet meteen wil weten wat alles betekent, maar gewoon geniet van wat je ziet. Dat je je verbeelding zijn werk laat doen. En dan merk je eigenlijk als vanzelf dat er een betekenisvol geheel ontstaat. Wat zou bijvoorbeeld dat opgeplakte tekeningetje daar rechtboven kunnen zijn? Of, een ander voorbeeld, hoe komt het dat voor mij althans alles lijkt te drijven? De zwarte collage waar ik het eerder over had, die wordt een ijsschot die overhelt naar een tentachtig object dat daarnaast staat. En dat object is weer met een ijl getekend draadje vastgeknoopt aan, ja, aan wat? Aan de lucht, aan een oneindig hoog bevestigingspunt buiten onze zichtlijn. Of, en dat vind ik eigenlijk nog het meest tot de verbeelding sprekende lezing, zit het gewoon vast aan de rand van het vel papier. Het verhaal van deze tekening is niet in beton gegoten. Dat heeft te maken met het dynamische karakter van het werk. Dat geldt trouwens ook voor haar andere grote tekeningen. De montage is ritmisch. Je kunt allerlei connecties maken. Op verschillende plekken gebeurt er iets.
Zo gebeurt er in mijn ogen iets tussen die eerder genoemde zwarte collagevorm en het bouwseltje van houtskool daar ergens rechts onderaan, dat opgebouwd is uit horizontale schijven. Daar focus ik even op. Dat bouwseltje is met zachte, zoekende houtskoollijnen getekend. En het valt minder op, omdat het heel dicht staat tegen die hoge rechthoek, die met hetzelfde materiaal en in dezelfde toon is getekend. Ten opzichte van de zware, massieve materialiteit van die zwarte collage is het iel en fragiel. Ik vind het een soort muurbloem. Grote kolos versus fragiele muurbloem. Iris geeft letterlijk vorm aan zulk soort eigenschappen. Ze onderzoekt ze en speelt ze tegen elkaar uit. En ik vind op zo'n moment gebeurt er iets. Iris heeft de afzonderlijke delen op haar tekening op associatieve wijze samengesmolten tot één geheel. Haar open en trefzekere manier van werken geeft mij als kijker de ruimte om aan deze dwarse en poëtische tekening betekenis te geven. Nu iets over het werk van Maurice. Deze tekening is een minutieus getekend bouwwerk. Het is een horizontale doorsnede van bovenaf gezien van een complex van ruimtes die samen een stad vormen. De tekening maakt deel uit van een langlopend project. Maurice is er al iets van 13 jaar mee aan het werk. Het perspectief suggereert een enorme diepte. Alleen valt niet in te schatten hoe diep je naar beneden kijkt. Hoe diep de stad in werkelijkheid is, blijft geheim. Net als de exacte locatie. Wel is bekend dat het een desolate plek is op een groot veld, met een hek eromheen. De vele trappenhuizen leiden je van zeer diep naar de begane grond van de stad. In een eerdere versie kwam je uiteindelijk bovengronds, maar in deze recente versie is die optie vervallen. Vanuit ieder trappenhuis stuit je namelijk op een dichte kluisdeur. In de tekeningen van Maurice schittert de mens door afwezigheid. Er zijn sporen van aanwezigheid, muren, vloeren, hekken. In een andere tekening op deze tentoonstelling staat een wieg op zolder. Er is dus alleen de suggestie van menselijke aanwezigheid. Ik denk dat juist door deze afwezigheid de kijker zichzelf ongehinderd in de ruimtes kan projecteren. Je hoeft je niet te identificeren met letterlijk getekende personages die de stad bevolken. Bij het labyrinth van Maurice denk ik onvermijdelijk aan het beroemde korte verhaal van Borges, The Library of Babel uit 1941. Daarin beschrijft hij een oneindige bibliotheek. In Borges' bibliotheek dwaalt de bezoeker langs een eindeloze rij boeken. Die worden bewaard in een oneindige reeks kamers, kleine cellen. De boeken bevatten kennis. En ergens moet dat ene boek liggen dat de ultieme kennis bevat. Het labyrinth dat Maurice tekent is nog meer uitgebeend dan Borges' bibliotheek. De ruimtes bij Maurice zijn kaal, leeg, wit. Ze zijn slechts verlicht door TL-buizen. Er zijn geen boeken in zijn labyrinth. Je kunt je geest niet laven aan kennis, hoe nutteloos die kennis ook blijkt te zijn. Bij Borges is het een illusie dat je ooit dat boek met die ultieme kennis zal vinden. In het labyrinth van Maurice is het een illusie dat je ooit de uitgang zal vinden. Ik mag het van Maurice gerust de hel noemen. Zelf refereerde hij aan Dante's hel. Maar Maurice voegt hier meteen iets belangrijks aan toe. Het is de hel en het is het avontuur. Er is namelijk ruimte, veel ruimte, ook al kom je nergens op uit. Het is een architecturale knoop. En je kunt dus kiezen of je linksaf slaat of rechtsaf. Je blijft nieuwsgierig waar de route die je volgt naartoe zal leiden. En sommigen zullen zelfs hoopvol blijven dat ze de uitgang vinden. Maurice is mededeelzaam over zijn methode van werken. De perspectiefconstructies duizelden mij voor de ogen. Maar hij laat minder los over de onderliggende thematiek. En dat is natuurlijk zo goed recht.
Wat mij betreft roept zijn werk de vraag op hoe je je verhoudt tot een wereld die er solide en consequent uitziet, zie die constructies, en waar om die reden een geruststellende werking van uit zou moeten gaan of kunnen gaan. Maar die om precies dezelfde reden als een hel kan worden ervaren. Wie zal het zeggen? Ligt het zwaartepunt op ruimte en avontuur of op gevangen zitten? Zie je een stevige vesting? Of zie je de planken aan de binnenkant die zorgen dat het bouwwerk overeind blijft staan? Ik raad iedereen aan om ook van dichtbij naar de tekeningen te kijken. Het is een klein wonder dat een vel papier bedekt met houtskool of inkt zoveel op kan roepen. Zit er dus met je neus bovenop en zie hoe al die lijnen zoekend en overtuigend zijn getekend en laat je verbeelding daar als een droom boven zweven. Dit geldt trouwens voor het werk van Maurice en evenzeer voor het werk van Iris. Ik sluit mijn verhaal over de tekening van Iris en Maurice af met een kort fragment uit de fabel van Leonardo da Vinci, waarin de tekening wordt voorgesteld als een kostbaar instrument van onze gedachten. Ik vind het een toepasselijke omschrijving van de prachtige tekeningen van Iris en Maurice in deze tentoonstelling. Het papier en de inkt. Een blad papier dat samen met andere hem gelijkende bladen op een schrijfbureau lag, zag zich op een dag met tekens bedekt. En een zwart inkt gedoopte veer had het bezaaid met vele woorden en tekens. Had je mij deze vernedering niet kunnen besparen? Zei het blad papier vertorend tot de inkt. Je hebt mij bezoedeld met jouw hels zwart en mij voor altijd geruïneerd. Wacht maar af, antwoordde de inkt. Ik heb je niet bezoedeld. Ik heb je van zinnenbeelden voorzien. Nu ben je geen blad papier meer, maar een boodschap. Jij bewaart de gedachten van de mensen en daarmee ben je een kostbaar instrument geworden.